Oké, voor deze vrijdag om op te warmen hebben we 2 rondes, 400 meter hardlopen. Vervolgens hebben we push-up, sit-up en air squat. Dus voor de push-up gaan we op handen en voeten. Let erop, we willen een voorwaartse push-up hebben met een gebreeste rug. Dus we gaan ook daadwerkelijk onszelf weer omhoog vastdrukken. Ga naar voren toe, borst komt tegen de grond aan. En vandaar drukken we onszelf dus helemaal op en neer. Vervolgens gaan we dus naar onze sit-up. Gaan we zitten. Let er even op het detail dat je grote tenen tegen elkaar aandrukt en je benen naar buiten spant. Dus we willen niet naar binnen drukken met onze benen, maar juist iets naar buiten. Dan krijg je ook daadwerkelijk je buikspier activeert. Dus verrassend bij een sit-up dat we dat willen trainen. Dus let er goed op. Vervolgens hebben we air squat. Is dat we dus daar gaan staan. En op die manier maken we steeds ons squat. Oké, voor de mobility hebben we 2 rondes van one leg calf raise. Dus we gaan steeds dus op 1 been staan. En we gaan onszelf dus helemaal omhoog drukken. We blijven dus eigenlijk staan. En zo houden we dus controle. Dus steeds gecontroleerd naar beneden. Eventueel kan je dus ook wat steun pakken. Heb je daar heel veel moeite nog mee, kan je ook eventueel als je dat buiten doet, eventueel een voet achter zetten. Maar je blijft al je gewicht op dat voorste been zetten, zodat je daar het hardste moet werken. Dan hebben we one leg hip thrusters. Dus we gaan op onze rug liggen en we gaan dus 1 been gebruiken. Van daaruit, andere been blijft gewoon netjes gestrekt. We gaan onze kont helemaal omhoog duwen. Let erop, je rug is niet hol, hij is bol. Als je een bol zet, kunnen je billen werken. Ga ik hem hol zetten, schakelen ze juist uit. Dus dat is wat we niet willen hebben. En vervolgens hebben we de... Vandaag ga ik even spieken. Hip flexor stretch. Dus eventueel kan je dus een verhoging gebruiken. Eventueel je dumbbell of je kettlebell weer. Zet je dus je voet hier bovenop. En we gaan dus eigenlijk vanuit hier doorbuigen. Ik maak hem onder de bol en ik maak dus op die manier die stretch en je hoort hem dus hier in je quad te voelen of in je heup en daarvoor zou je meestal even iets naar voren moeten drukken. Dus je krijgt eigenlijk vanuit deze positie. Je kan ook gewoon deze stretch pakken, zitten we vrij gelijk qua effect. Voor het strength gedeelte hebben we 2 rondes van bench dips. Dus we gaan onze handen op de bench zetten. Daarna hebben we de tricep kickbacks en deadlifts. Dus om het te laten zien, we zetten onze handen op het bankje en vandaaruit gaan we helemaal naar beneden en hoog. Nu, waar zou je dat kunnen doen bij CCC? We hebben ook de fietsenstallingen. Daartussen kan je dus op die manier ook eventueel dips doen of jezelf die bench dip laten doen. Als je dat niet wilt doen, zou ik aanraden om naar een push-up te werken. Vervolgens hebben we die dumbbell kickback. Dus we krijgen vanuit hier voorover buigen. En dan die arm steeds helemaal naar achteren doorstrekken. Dus je ziet dat zijn toe continu hoog blijft trekken. En dat is eigenlijk vrij ver voorover gebogen is. En tenslotte deadlifts. Dus we gaan op onze rug liggen. En op die manier, we blijven ons bekken goed van de grond afhouden, zodat die buikspieren ook goed op spanning blijven. En vandaar het werk nu door. Je ziet het langzaam aan, steeds met controle. Dus je wil die connectie houden tussen je heup en je borst, dat je daaruit langzaam in en uit gaat vouwen. Dus veel succes mee. Oké, wat we dan vandaag hebben is 2 rondes, 400 meter hardlopen. Dan heb je 25 push-ups, 400 meter hardlopen, 50 sit-ups, 400 meter hardlopen. 75 air squats. Dus de push-up is eigenlijk net zoals een warming-up, dus we gaan er even kort overheen. Dus we gaan op handen en voeten, de borst gaat naar voren, helemaal naar beneden. Waar ik continu blijf letten is dat mijn handen altijd iets opengedraaid zijn, verspreid en ik werk goed vanuit mijn triceps, dus ik wil niet die shrug van hebben. We houden dat juist zoveel mogelijk uit. Vervolgens hebben we de sit-up, tenen blijven weer tegen elkaar, we drukken onze voeten iets, of onze benen iets uit elkaar als gevolg. En op die manier werken we de buik. En we eindigen dan steeds met air squats. En zo krijgen we dus steeds benen open, kont achteren en helemaal naar beneden.